In de categorie non-fictie waarin deze prijs gewonnen is, is de afgelopen 8 jaar 1 show geweest die gedomineerd heeft en alles gewonnen. En het is voor de eerste keer dat die hegemonie gebroken is. Dus ik had er niet op gerekend, ik had er echt niks van verwacht. Nee. En ik ging uit mijn dak toen ik hoorde dat we hadden gewonnen. Ja, want hoe bijzonder is dat een Nederlandse productie zo'n belangrijke Amerikaanse prijs wint? Nou ja, kijk, Amerika is het land waar televisie is uitgevonden. Het is de grootste markt in de wereld van televisie. En dit is de grootste prijs die er is in televisie. Dus ja, mooier, groter, beter kan niet. Ja, ik zie beelden de hele tijd vanuit Los Angeles van een enorme zaal met sterren. Ging die ook uit zijn dak? Vond die, hoe waren de reacties? Ja, het is zo dat als je daar de prijs, of ja, als de prijs bekend geworden is en je gaat daarna af, dan kom je in een circus. Nou, dat heb ik mijn leven nog niet meegemaakt. Van de ene journalist aan de andere. Alle zenders staan daar met kleine setjes voor interviews. Daar moet je dan je Emmy ontvangen. Dan moet je vertekenen. Dan wordt die ingegraveerd. En als je daar dan rondloopt met dat ding in je handen, ja, dan komen zelfs Michael Douglas naar je toe om te feliciteren. Kijk. En dat is leuk. Ja, dat wilt u wel. Wie was de belangrijkste concurrent deze avond? Nou, dat was een programma dat heet in Amerika, in Nederland kennen wij dat niet, The Amazing Race. Ja. En het grappige is dat de co-producer van het programma ook een Nederlander is, die weliswaar al 30 jaar in Amerika woont. Daar heb ik voordat de uitzending begon even mee gepraat. En die voorspelde al dat wij gingen winnen. Hij zegt, ik denk dat het de Voice gaat worden. Dus dat was de grootste concurrent. Dat was de favoriet. Ja. Nou kent inmiddels de hele wereld wel The Voice. Hoe belangrijk is dan toch nog zo'n prijs voor het programma? Nou, het is voor het programma eigenlijk minder belangrijk. Het is meer belangrijk voor jezelf als producer en als productiehuis op Talpa. Want deze prijs die wordt in de vakkringen hier als zeer hoog aangeschreven. En ik ben deze week in Amerika om met alle zenders en networks en kabelstations te pitchen voor nieuwe programma's. Ja. En als je de komende week daar binnenkomt en je hebt net een Emmy gewonnen, ja, dan kom je lekker binnen. Ja, dit zet zich wel om in dollars. Om in dollars, dat interesseert me niet zo. Om in nieuwe opportunities, nieuwe programma's die we kunnen verkopen en die misschien dan ook weer een Emmy kunnen winnen. Ja, en u begint natuurlijk gelijk vanavond met het verdere netwerken. U stort zich in het feestgewoel? Nee, er is een gigantisch feest. Dat heet de Governor's Ball. Daar moet je naartoe, omdat daar wordt je Emmy ingegraveerd. En daar zijn wij inmiddels weg, want wij gaan straks met een klein ploegje van Talpa USA en een paar mensen van het programma in een lekker klein Italiaans restaurantje met elkaar eten. Het laatste nieuws over de sterren vind je op de Daan.